Roseline Daan, directeur van het directoraat cultuur, was bij de viering van 30 jaar SHI ook eregast. Op die bewuste avond deelde zij haar ervaringen in het buitenland waar ze onlangs is geweest met een delegatie. Volgens haar nemen we het vaak genoeg voor granted, de Brumchijari die wij in Suriname hebben, terwijl het buitenland zo naar opkijkt. U hoort directeur Roseline Daan bij de viering van 30 jaar SHI. Ik wil een bijzondere groet richten aan mijn grote guru. Misschien weet hij het niet eens, maar de heer Hassan Khan, die ik jarenlang ken als een vaderfiguur, een voorbeeldfiguur. Dank u wel voor alle lessen. En ik wil natuurlijk ook bedanken voor de uitnodiging, voorzitter Joala Persat. En elkeen, mede Surinamers, dank u wel. Het is een mooie dag inderdaad. En ik kan aangeven dat ik de pijn voel van de voorzitter van de Stichting Hindoestaanse Immigratie. En die pijn ervaar ik ook omdat ik het van dichtbij meemaak vanuit mijn discipline, de functie die ik toebedeeld heb gekregen binnen deze regeerperiode. Ik wil u terugvoeren naar een dienstreis die ik heb gemaakt een week tot anderhalf geleden. En tot de delegatie van Suriname behoorden er mensen van verschillende etnische groepen. 7 personen, 7 verschillende gezichten, 7 verschillende etnische groepen. En weet u wat zo mooi was? Het bezoek was aan Santo Domingo en Panama. En toen we in Santo Domingo aan de eettafel waren, de Surinaamse delegatie, hebben zeker 2 mensen gevraagd van waar komen jullie? En het antwoord was dus heel trots, Suriname. En toen was het all of you? Yes, all of us. And you also? Yes, also. Het verbaasde hen dat die diversiteit vanuit 1 land kwam. Ik wil u ook nog terugvoeren naar een presentatie die ik vandaag had in de Nationale Assemblée. En die presentatie had alles te maken met toerisme. Hoe gaan we mensen aantrekken? Hoe brengen we meer mensen naar dit land, zodat onze kassa kan gaan rinkelen? En ik heb een harde statement gemaakt. Ik zeg geen ontwikkeling van toerisme als cultuur niet bij betrokken is. Geen toerisme in Suriname als de etnische groepen de handen niet in één kunnen slaan en samen kunnen werken. Niemand wil naar een land waar er spanningen zijn. Niemand wil naar een land waar er gevochten wordt, waar er onrust is, waar ze zich niet vrij en veilig voelen. Willen we een mooi land Suriname, onderstreep ik wat de voorzitter van de SHI heeft aangekondigd of heeft aangehaald, moeten we nou eens een keer gaan leren dat polarisatie ons alleen maar uit elkaar haalt. Wat is opgebouwd door onze vorige leiders en ook de immigranten, de contractarbeiders, de mensen die hebben gewerkt tijdens de slavernij. Wanneer ik kijk naar de oude beelden en er zijn genoeg te vinden op YouTube, dan zie je hoe de mensen samen met elkaar liefden. En ik zat niet zo lang terug in de auto. Ja. En ik zei nog aan mijn medepassagier, we hebben pas gehad Diwali. Ik was nog heel jong. En bij Diwali had je de buurvrouw aan de achterzijde die mijn moeder riep, buurvrouw. En voor je door had, waren er een paar roti's en allerlei lekkernijen die over de schutting werden gegeven. En ik kan me ook heugen dat mijn mama, die vanuit Guyana komt, ik weet niet of u bekend bent met Beek,
beet die ze bakken. Zodra mijn moeder een aantal beek zag gebakken, was ze dus toen ook weer, buurvrouw, mi abuatu sweet beekje. En buurvrouw nam ze in ontvangst. En de volgende dag complimenten over en weer. Abeek de sweetie, die roti was lekker, die dit was. En zo ging het aan toe. Zo ben ik opgegroeid. En wanneer je zit op het directoraat cultuur en een beleid uitvoert dat heel Suriname regardeert en vanuit verschillende hoeken allerlei negatieve berichten soms binnenkomen, vraag je af waar je naartoe moet rennen. Moet je het land verlaten? Moet je kinderen wegsturen? Of moet je toch die ene kleine bijdrage leveren om te helpen verandering te brengen? En ik wil met nog één statement doorgaan. Ik was een keer in een felle discussie met iemand van een andere etnische groep. En ik heb de persoon één ding meegegeven. Ik zeg, als je zo heftig en fel staat voor wat je bent en dat jij dat alleen mag zijn en alleen jouw mensen dat mogen hebben, moet je niet naar een ziekenhuis gaan. Want daar heb je verschillende etnische groepen. Ik zeg, wanneer die ene verpleegkundige je wil behandelen, zeg er nee, ik ga liever dood. En dan ga je dood. Dat gebeurt niet. Wanneer we bloed afnemen of een bloedtransfusie nodig hebben, weten we niet van wie dat bloed komt. Maar we vragen om dat bloed, om door te kunnen leven, komt het van iemand die zwart is? Komt het van een Javaan? Komt het van een Hindustan? We stellen geen vragen. Maar waarom stellen we wel vragen wanneer we gezond zijn? Ik wil u dit meegeven als stof tot nadenken. En terwijl ik dat doe, wil ik de stichting van harte bedanken voor het werk dat is verzet. Voor het behoud van de diversiteit één, maar ook nog voor het conserveren van wat de voorouders hebben gebracht. Omdat wij daar allemaal van genieten, stuk voor stuk. We genieten van de culinaire variëteit, we genieten van de dans. En kijk hier in de zaal, zoals eerder is aangegeven, ga naar Santo Domingo. En dan vragen ze je allicht van, is het waar? Voor mij was het ook een openbaring. Gefeliciteerd SAI, SHI, met jullie 30 jaar bestaan. Ik wens jullie bogo, bogo, blessie toe. En zoals is aangegeven door de heer Jolla Versat, we gaan aan tafel zitten. We hebben rekening te houden met een aantal aspecten, maar we komen eruit omdat we een gezamenlijk doel beogen en dat is de opbouw van ons geliefd Suriname.